Bram Segers, jouw jeugdolympische toernooi zit erop. Skeleton, je bent 18e geworden. Ja, hoe is het gegaan vandaag? Ja, dat klopt. Het zit er allemaal op. Ik ben heel tevreden over vandaag. Ik heb een goede prestatie kunnen leveren op mijn niveau. Dus ik ben zeer tevreden over vandaag. Ja. Ja. Laten we de twee runs er eens bij nemen. Hoe ging je eerste? Mijn eerste run ging best wel goed eigenlijk. Ik had een PR op de start, 5.26. Ik had wel een foutje in bocht 12, waardoor ik 13 iets moeilijker inging. Maar dat corrigeerde ik aan het einde van bocht 13, corrigeerde ik dat weer goed. En ik was eigenlijk wel heel tevreden over mijn eerste run. De tijd was ook best wel goed, dus ik was zeker tevreden. De tweede run was zelfs nog iets beter? Ja, de tweede run was ook iets beter, ja. Het was 5.27 op de start. Dat was dan 100ste was dat langzamer als mijn eerste run. Maar de eindtijd was een stuk beter als mijn eerste run. Ik had bijna geen fouten en het ging allemaal heel soepel. Ook de laatste paar bochten. Dus ja, ik was eigenlijk een beetje verbaasd, maar wel heel tevreden dat zo allemaal is gelopen, ja. Ja, je doet dit pas een jaar. Ja, hoe gaat het nu verder? Ik ben nu een jaartje bezig, dat is best kort, maar ik ben natuurlijk wel super blij dat ik nu op dit niveau al kan meedoen. Mijn plannen voor de toekomst zijn om zoveel mogelijk ijservaringen op te doen, zoveel mogelijk te gaan sleeën om uiteindelijk naar de grote winterspelen te komen. Hoe heb je de Jeugdolympische Spelen van Lillehammer in zijn geheel beleefd? Het was een hele leerzame en een leuke en gezellige sfeer hing er. We hebben veel kunnen doen, veel met andere atleten van andere landen op kunnen trekken. We hebben zelf veel kunnen trainen door de week door. En er was gewoon een hele prettige sfeer in het Olympisch dorp, dus dat was wel heel fijn allemaal.